Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe limited editie van Catrice uittesten, namelijk de My Little Pony collectie. Toen ik deze collectie zag, was ik direct verkocht en heb ik de producten ook gekocht. En in deze video ga ik je meer informatie geven over de collectie en gaan we uiteraard de producten die ik gekocht heb uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn of het de moeite waard is om voor deze producten naar de winkel te gaan, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Deze collectie bracht bij mij eigenlijk gelijk jeugdherinneringen naar boven. Ik heb zelf nooit een My Little Pony gehad, want My Little Pony was best wel duur. Ik had wel andere speelpaardjes, waaronder ook een doek van de My Little Pony. En daar kon je ook de staart en de manen gewoon van worstelen. Maar nooit een echte My Little Pony. Voor mijn gevoel zijn er ook wel misschien tekenfilmseries of films van geweest. Maar in ieder geval, ik vond het gelijk heel erg leuk toen ik deze collectie zag. Wat wil Catrice eigenlijk met deze collectie zeggen? Deze limited editie zou zorgen voor een perfecte finish en een frisse speelse look. Door de felle regenboogkleuren en zachte pasteltinten. In samenwerking met de speelgoed- en entertainmentleverancier Hasbro roept Catrice dus jeugdherinneringen op en brengt onze kleine vierbenige vrienden weer tot leven in de vorm van superschattige beauty must-haves. My Little Pony fascineert fans al vanaf 1983 en neemt ze mee naar een betoverende wereld van avontuur. Het begon dus eigenlijk allemaal al 40 jaar geleden met schattige vierbenige vrienden om mee te spelen en te verzamelen. En vanaf dat moment zijn er dus ook meerdere series en films van gemaakt met andere vriendjes erbij die met dik en dun voor elkaar gingen. Eigenlijk is deze collectie dus geïnspireerd op de kleurrijke wereld van de Little Ponies. En deze collectie viert met een regenboogdesign vriendschap in al zijn facetten. Dat is eigenlijk wat Catrice zelf met deze collectie wilde vertellen. Ik zal de prijzen overigens even in beeld neerzetten van wat de producten gekost hebben. Ik begin even met het oogschaduwpalette. En dat is deze. Dit is dus het oogschaduwpalette die er prachtig uitziet. Hij heeft de naam C01 Dreaming of Rainbows gekregen. En wat ik gelijk heel fijn vind, is deze is nog gemaakt van kunststof. Hij is dus een keertje niet van karton. En dat is toch wel iets wat vaak terugkomt. Er zit een spiegeltje in. En dit zijn dan de kleuren. De namen staan eronder. Inderdaad, hele mooie kleuren. Ik ga er gelijk even een paar opnemen voor de swatch. Ik word er wel heel blij van. Kijk, dit zijn dan de swatches. Ik heb hem vier kleuren gepakt. Sommige kleuren zul je misschien wat meer moeten opbouwen. Ik heb een wat fellere kleur en een paar pasteltinten gepakt. Maar dit is in ieder geval het pigment van de oogschaduw. En ik moet zeggen, ik ben wel enthousiast als ik dit zie. Catrice zegt zelf overigens over dit palette dat er een prachtige Pegasus pony op staat. En de verpakking die doet eigenlijk daarnaast denken aan het materiaal waarvan de Little Ponies zijn gemaakt. En er zitten dus 12 perfect op elkaar afgestemde kleuren in. In delicate pasteltinten en gedurfde levendige nuances met verschillende effecten. En dit zou ervoor zorgen dat je een verscheidenheid aan unieke oogmake-up stijlen kunt creëren. Met matte en glinsterende finishes. Dus dat wil Catrice zelf met deze, met dit palet zeggen. Dan hebben we de highlighter. Ziet er ook weer prachtig uit, moet ik zeggen. Het grootste geluk van de wereld is op de rug van een pony rijden. Ook hier staat weer een Pegasus pony op. En er zit dus een betoverende, zachte, glinsterende highlighter in. En die zou een super schattige finish bieden. De wilde manen in een 3D look. En dat zorgt ervoor dat de textuur een ware blikvanger is. Je zou eigenlijk maar een aantal stroken met de kwast moeten zetten om een prachtige glow te krijgen. Dus dat is heel leuk. Ook hier zit een spiegeltje in, maar deze is dus afgeplakt. En zo ziet hij er dan uit. Echt heel erg mooi.
We gaan hem gelijk swatchen, inderdaad. Ik zie ook inderdaad die manen wel. En dit is dan de pigmentatie. Zoals je ziet is die eigenlijk na één keer swatchen al gelijk heel mooi. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan hebben we de Lip and Cheek Activator. En dit zou een magie zijn. Ik vind hem al heel erg leuk met die kleine, lieve ponies erop ook weer. Hallo. Focus even daarop. Deze Lip and Cheek Activator zou transformeren in een unieke roze tint. Wanneer het in contact komt met de natuurlijke pH-waarde van de huid en lippen. En de zachte roze kleur zou een unieke natuurlijke finish creëren. Dus het is eigenlijk een 2-in-1 product. Hij is verder. Kijk, hij heeft een witte textuur. En als ik hem swatch, zie je ook wel dat hij dus een beetje roze gelijk wordt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat op de huid en op de lippen eruit gaat zien. En dan heb ik als laatste 4 leuke nagellakjes. Dit zijn 4 pasteltintjes. En deze zouden de kers op de taart zijn voor de perfecte My Little Pony look. Je krijgt een mintgroene, lichtblauwe, lichtperzik tint en een roze kleur. Ze hebben eigenlijk allemaal een eigen design. En dat is eigenlijk wat Catrice erover zegt. Ik heb ze hier al. Ik heb hier allereerst deze. Dit is dus de blauwe kleur. Ook heel erg leuk dat er op de dop dus ook zo'n ponytje staat. Dit is de kleur C03 Happy Sky Dancer. Ze hebben dus wederom weer een dubbele dop die je er gewoon af kunt halen. Ik ga even proberen om het kwastje te laten zien. Kijk, ze hebben een basic applicator. Dus dat is eigenlijk helemaal prima. Heel leuk kleurtje ook. Dan hebben we hier de mintgroene kleur. Ook heel leuk. Zoals je kan zien is elke pony ook anders die op het verpakkingje staat. Ik zal ze zo even met z'n vieren naast elkaar houden. Deze heeft de naam C04 Lovely Mint gekregen. Dus dat is ook heel leuk. Dan hebben we hier de oranje tint of perzik tint, hoe je het noemen wilt. Deze heeft de naam C02 Pretty Sunlight gekregen. Is ook heel leuk. En de laatste is dan de roze tint. Die heb ik op dit moment ook op. Die draag ik dus nu. En die heeft de naam C01 Sweet Cotton Candy gekregen. Ik zal ze eventjes naast elkaar houden, zodat je even de plaatjes goed kunt zien. Kijk. Allemaal hebben ze een ander paardje erop staan. Ik heb ze dus al getest. Ik moet zeggen, het blijft op zich best wel goed zitten. Ze hebben eigenlijk een hele mooie dekking. Ik vind de finish ook heel mooi. Tuurlijk, na een paar dagen krijg je echt wel chips. Maar ja, dat is gewoon iets waar je niet onderuit komt. Het zijn ook niet de allerduurste lakjes. En dat ben ik op zich wel gewend van Catrice. Dat nagellak wat sneller chipt. Maar ik vond het echt hele mooie kleurtjes. En als je ze gewoon een beetje weer bij kunt werken, zien ze er echt wel goed uit. Maar ik vind ze in ieder geval echt fantastisch. Dus echte aanraders. Goed, dat was de informatie over de producten. We gaan nu gewoon de producten maar eens eventjes uitproberen. Want ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig geworden. Oké, we gaan beginnen met de Cheek en Lip Activator. Gaat spiegeltje uit het palet te gebruiken. Ik vind het best wel spannend om dit nu op mijn huid aan te gaan brengen. Omdat ik dus ook al foundation en zo op heb, ben ik best wel bang dat ik de stick heel lelijk maak. Maar ik denk dat als ik het op mijn vingers aanbreng, het niet echt gaat werken. Dus ik ga het gewoon heel zachtjes over mijn wang aanbrengen. Oh, je ziet het direct. Ja, kijk, je ziet hem direct roze worden, wat tof. Andere kant. Wauw, heel mooi. Ik ga wel eventjes een klein beetje blenden, want ik vind het anders, dan zie je echt gelijk zo'n streep op je gezicht. Dus ik doe gewoon heel zachtjes met een kwastje eroverheen. Ik moet zeggen, ik vind hem echt wel heel leuk zo ogen. Kijk, gewoon heel ietsjes. Dan heb je eigenlijk wel een hele natuurlijke kleur. Ik vind het echt super leuk.
Deze ook. En eigenlijk wordt hij alleen nog maar donkerder. Maar het ligt natuurlijk wel aan de pH-waarde van je huid. Want ja, niet iedereen heeft dezelfde pH-waarde. Aan het einde zal ik hem ook nog even op mijn lippen aanbrengen. Maar eerst maar even de rest van de look afmaken. Zo. Ja, leuk. Heel leuk. Ja, ik ben wel heel enthousiast. Gaan we gelijk door naar de highlighter. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar, want die zag er met zwartje al gelijk heel tof uit. Ik verwacht dat die op de huid ook er heel mooi uit zal zien. Misschien heb ik te hoge verwachtingen, dat kan ook. Oh, je ziet hem direct. Wat tof. Je hebt helemaal niet zo heel veel nodig. Ik doe zelf meestal wel een laagje of twee, want dat vind ik gewoon zelf iets mooier, want ik hou wel een beetje van highlight. Wauw, leuk. Heel leuk. Andere kant. Ja, je ziet hem echt direct. Is wel heel tof hoor. Ja, heel vet. Doe ik een beetje op mijn neus ook. Laat ik hem een beetje doorlopen. Nou, het is perfect. En dan doe ik een beetje boven mijn lippen. Gewoon net dat cupidoboogje een beetje geraakt wordt. Dan ziet hij er zo uit. Ja, ik vind hem zelf echt super mooi. Ik had niet verwacht dat hij zo goed zou zijn, maar hij is echt prachtig. Ik weet natuurlijk niet wat jullie ervan vinden, maar ja, die highlighter is geslaagd als je het mij vraagt. Dan gaan we door met de ooglook en dan zal ik jullie even iets meer voor inzoomen. Oké, jullie zijn ingezoomd. Dan ga ik nu een ooglook maken. En ik ga beginnen eigenlijk met de mintblauwe kleur. Deze. Ik kan de naam zo niet zo makkelijk lezen. Oh, hij heet Bluebell. Zo heet hij. Die ga ik in de arcadeboog eerst aanbrengen. Ja, voor gewoon een beetje... diepte, zeg maar. Ik zoek even het juiste kwastje. Ik heb natuurlijk op dit moment weer al mijn kwastjes in de vel. Die moeten natuurlijk weer gewassen worden. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie van deze collectie vinden. Of jullie hem al gespot hebben. Ik vind hem heel tof. Oh, je ziet hem echt wel heel goed. Hij is heel mooi. Een mooi pasteltintje zo. Ik breng hem iets meer aan om hem iets meer op te bouwen, maar hij ziet er eigenlijk al wel heel goed uit. Ik heb er ook nog een andere look mee gemaakt. Ik kan daar nog wel even een foto van in beeld zetten. Maar dat zal ook in de blogpost te lezen zijn die ik er nog over ga maken. Hebben jullie eigenlijk jeugdherinneringen aan My Little Pony? Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik dus wel. Dan gaan we door met de kleur Medley. En die ga ik daar overheen aanbrengen. Dat is de groene kleur. Daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Ik vind het ook wel een soort van leuke lentekleuren dit. Weet je, je krijgt er ook wel een soort van lentevibes al van. Oh, dat maakt hem nog net iets donkerder. Ik vind het wel heel erg mooi. Natuurlijk wel net waar je van houdt, hè. Ik vind het wel heel tof. Zo. Even blenden natuurlijk. Ik heb nog een schone blendingskwast gevonden. Dat was wel fijn. Ondanks dat de lente nog ver te zoeken is, want het is nog best wel fris. Maar ja, ik vind het wel heel leuk al. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Dan ga ik aan de buitenkant ga ik met de kleur Moodstone. En dat is de blauwe kleur. Dat is deze. Die ga ik dus in de buitenste ooghoek aanbrengen. Dat lijkt me wel heel leuk. Ik wil dat deze lekker fel gaat zijn. Maar die breng ik dan een beetje deppend aan ook. Kijk, wauw, mooi hoor.
Doe niet al te veel, want anders dan is het wel heel blauw-blauw. Maar ik vind het wel heel tof. Zo, dat gaan we ook weer eventjes blenden uiteraard. Dat doe ik met een beetje zachte ronde bewegingen, zodat hij niet helemaal een soort van wegvaagt. Maar wel dat de harde lijnen er wat meer uit zijn. En dan zie je gelijk hoe blauw de kwast ook wordt. Wel heel grappig hoor. Oh, ik heb wel wat fallout. Zie je dat? Hier, zie je dat? Ik ga het zo even proberen te fixen. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Dat hij dus wel wat fallout heeft. Op de bewegende ooglid ga ik de kleur Sky Dancer aanbrengen. En dat is de gele kleur. Ik weet niet of het bij elkaar echt heel mooi staat. Maar het leek mij wel leuk. Oh, het kan prima. Ja, het kan heel goed. Het moet wel de kleur zijn die bij je past. Ik weet dat dit best wel een felle ooglook is. Maar ik vind het zelf wel heel leuk. Het is tenslotte ook, ja, ik heb er ook al een soort van mint look mee gemaakt. Dus in feite vind ik het ook wel leuk om er dan een wat fellere look mee te maken. Hij is gewaagd, maar wel heel leuk. En dan ga ik aan de binnenste ooghoeken en op het wenkbrauwbot de kleur Glory aanbrengen. En dat is dit witte kleurtje. Zo. Heel dun kwastje gebruik ik daarvoor. Zodat hij net even de boel wat strakker trekt. En een beetje ja, highlight eigenlijk. Ik vind het zelf altijd toch wel prettiger om daarvoor een poeder te gebruiken. Dan echt een stick bijvoorbeeld. Want je hebt natuurlijk ook highlighters in stick. Maar hier zit gelukkig een mooie highlight kleur in die het mooi maakt. Zo. En dan is dit de look geworden. Ik ga hem eventjes afmaken met oogpotlood, eyeliner en mascara. En dan kom ik even bij jullie terug om te laten zien hoe die er dan uitziet. En ik ga even proberen die fallout hier onderweg te werken. Maar ik vind hem zelf wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Dan ziet hij er zo uit als hij dus helemaal af is. Ik vind hem zelf wel heel leuk geworden. En het is gewaagd, maar ik vind het zelf wel heel leuk, moet ik zeggen. Oké, dan ga ik nu nog even die lip en cheek activator dus eventjes aanbrengen op de lippen. Ik ga hem een beetje omhoog draaien, want hij kleurt al wel een klein beetje roze, heb ik het idee. Even kijken wat hij dan doet. Ik moet wel zeggen, het is best wel een brede stick, dus het is niet heel makkelijk, maar we gaan het gewoon proberen. Nee, je krijgt gewoon eigenlijk een subtiel roze kleurtje met een hele leuke glanzende finish. Dat vind ik zelf wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Het kan zijn dat hij zo nog iets roze kleurt. Maar ja, het ziet er wel heel, heel leuk uit. Het is wel echt vrij natuurlijk, moet ik zeggen. Dus ik vind het er wel heel leuk uitzien, moet ik zeggen. Nou, inmiddels zie ik ook zelf dat de kleur dus weer iets intenser is geworden op de lippen. Hij heeft dus gewoon even nodig om echt de intensiteit te krijgen. Maar ik vind hem zelf echt heel erg leuk. Wat vind ik van de collectie? Nou, deze cheek en lip activator, ik vind hem heel erg mooi. Ik vind hem gewoon, je ziet de kleur gelijk. Het ligt dus aan de pH-waarde van je huid. Die is bij mij vrij hoog. Bij mij zijn die kleuren altijd best wel intens. Ik vind hem echt heel leuk. Ik vind het leuk dat het een 2-in-1 product is. Dat je hem zowel voor je gezicht als je lippen kunt gebruiken. Ik vind hem echt heel erg geslaagd. De highlighter, die vind ik werkelijk prachtig. Je hebt heel weinig nodig dat je al gelijk eigenlijk een hele mooie glow creëert. Ik vind die fantastisch. Het oogschaduwpalet, ja, vind ik ook geweldig. Ik vind dat je er leuke looks mee kunt creëren. Je kunt er meerdere kanten mee uit. Het is net wat jouw voorkeur heeft. Ik vind hem in ieder geval fantastisch. Nou, de nagellakjes had ik al een beetje over verteld wat ik daarvan vond. Dus ja, ik vind dat Catrice weer een hele toffe collectie heeft neergezet. Deze collectie is verkrijgbaar vanaf eind april tot en met... ik ga het eventjes lezen. Wat er precies stond. Tot en met
eind mei. Voor deze collectie geldt wel altijd op is op. Dus als je hem leuk vindt en je spot hem en je wil er wat van hebben, kun je het beste gelijk meenemen als het op dat moment uitkomt. Want ja, deze collecties die vliegen er vaak wel uit en helemaal deze denk ik. Omdat dit gewoon bij heel veel mensen jeugdsentiment naar boven brengt. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!